In die historische context over de Republiek speelt het geloof een belangrijke rol. En daarom gaan we eerst maar eens kijken over het ontstaan van het protestantse christelijke geloof. We gaan het hebben over Luther en de Reformatie. En daardoor krijgen we al een beetje een antwoord op de vraag waardoor er een opstand uitbrak in de Nederlanden in de periode 1515 tot 1572. Maar die vraag die zal nog wel vaker terugkomen. Oké, eerst naar Maarten Luther toe. En in 1517 zou Maarten Luther 95 stellingen tegen de katholieke kerk hebben gespijkerd op de deur van een kerk. En daarmee begon eigenlijk zijn protest in het openbaar. Nou, waar was Maarten Luther het niet mee eens? Nou, er waren allerlei zaken mis met die katholieke kerk, vond Maarten Luther. Zo was die katholieke kerk te veel bezig met roem, rijkdom en macht en hadden ze allerlei zaken bij het geloof bedacht die helemaal niet in de Bijbel stonden en die er dus ook niet bij hoorden. Die katholieke kerk die had bijvoorbeeld een eigen staat en een eigen leger. Die paus was niet alleen het hoofd van het katholieke geloof, maar die was tevens staatshoofd. Die had daar dat paarse gebiedje op dat kaartje, de kerkelijke staat, in handen. En die was dus ook echt bezig met wereldlijke macht. Daarnaast waren die geestelijken veel te veel bezig met rijkdom, zeker die hoge geestelijke. En één ding in het bijzonder waardoor ze rijkdom vergaarden was iets wat Luther echt een doorn in het oog was, de handel in de zogenaamde aflaten. Als je een zonde had begaan, dan moest je een aflaat verkrijgen, zodat je zonde je weer vergeven was en je uiteindelijk naar de hemel toe zou kunnen. Die aflaten die konden ook steeds vaker gewoon bij geestelijke gekocht worden. En zo kon je dus eigenlijk je plekje in de hemel kopen. Nou, Luther vond dat dus helemaal niets. En daarnaast zag hij dus ook dat die geestelijke volgens hem niet meer precies wisten wat nou eigenlijk precies allemaal bij het geloof hoorde. Ze waren onwetend. En Luther zei ook dat je dat allemaal niet nodig had om in de hemel terecht te komen, want dat was uiteindelijk de belangrijkste vraag voor een christen. Hoe kom ik later, in het eeuwige leven, in die hemel terecht? Nou, volgens de katholieke kerk had je daar geestelijken voor nodig. Die waren voor een gewone gelovige de contactpersonen met God. Een gewone gelovige kon zelf niet achter Gods bedoeling komen. En daarom hadden die katholieke geestelijken allerlei reliquieën en allerlei dingen in de eredienst, in de missen erbij bedacht. Maar Luther zei dus, dat is allemaal niet nodig. Die roem reikte men, die mag niet. En ook die geestelijke en een reliquie en een eredienst allemaal niet. Het enige dat je nodig hebt, zei Luther, om in de hemel te komen, om een goed gelovige te zijn, is gewoon de Bijbel te volgen. Daarin staat wat Gods bedoeling is. Daarin staat hoe Jezus geleefd heeft. En alleen die Bijbel is nodig dus voor een gelovige. En die moet daarom in de volkstaal worden verspreid. In die tijd was er namelijk alleen een Latijnse Bijbel toegestaan in West-Europa. En veel mensen konden geen Latijn. Sommige geestelijken konden zelfs geen Latijn. En Luther vond er nergens op slaan. Er moest gewoon voor de Duitsers een Duitse Bijbel komen, voor de Nederlanders een Nederlandstalige Bijbel en een Engelse Bijbel en een Franse Bijbel, zodat de mensen de Bijbel zelf konden lezen, of in ieder geval de Bijbelteksten gewoon konden verstaan, zodat ze ze ook echt konden begrijpen en achter Gods bedoeling konden komen. Nou, Luther komt dus met zijn kritiek in 1517 en zijn boodschap die wordt daarna heel snel verspreid via nieuwe media in die tijd, het pamflet en het boek. De boekdrukkunst die was net eigenlijk goed doorgedrongen in Europa en daardoor kon Luthers boodschap veel sneller verspreid worden dan eerdere boodschappen waarin ook kritiek werd geuit op het geloof. Want Luther was zeker niet de eerste, maar hij was wel de eerste die gebruik kon maken op grote schaal van die nieuwe media, pamflet en boek. En in dat Duitse Rijk waar Luther leefde, daar groeide de aanhang van hem dus sterk. En dat Duitse Rijk, dat zie je hier op het kaartje rechts staan. Dat is dat lichtgele gebied en het is expres Duitse Rijk en niet Duitsland, want het waren eigenlijk allemaal kleine, losse Duitse staatjes die allemaal hun eigen vorst hadden. En samen vormden die het Duitse Rijk. En de baas over dat gebied was deze man hier, Karel V. Die was sowieso de baas over alle gebieden die je hier binnen de oranje lijnen op het kaartje ziet. Dus zowel over Spanje, het zuiden van Italië, dat Duitse Rijk dus, het noorden van Italië en dus ook de Nederlanden. En die Karel V, die was een overtuigde katholiek. En die vond dus dat hele verhaal van Luther helemaal niks. En volgens Luther mocht de vorst ook nog eens het geloof van zijn onderdanen bepalen. En daarom gingen veel Duitse vorsten de ideeën van Luther steunen. En daardoor kreeg Karel V ook nog eens minder macht in dat Duitse Rijk. Want die vorsten gingen meer hun eigen gang dan dat ze naar hem luisterden. Dus wat vond die Karel V van Luther en van zijn ideeën? Helemaal niets dus. En wat doet Karel V daarom? Nou ja, nadat de paus, want die vond Luther natuurlijk ook niks, Luther al in de ban had gedaan, had hem eigenlijk uit de kerk gezet, roept Karel hem op om naar Worms te komen. En daar wordt de zogenaamde Rijksdag, een grote vergadering gehouden, waar Karel V zelf ook bij aanwezig is. En de bedoeling van die Rijksdag in die Duitse stad Worms is dat Luther zijn ideeën moet herroepen. Dat is het belangrijkste dat er op de agenda staat.
En Luther zegt er eigenlijk, ja, maar ik kan niet anders. Ik geloof hierin en ik ga mijn ideeën niet herroepen. Luther weigert. Nou, wat doet Karel de Vijfde vervolgens? Die volgt eigenlijk het voorbeeld van die paus op. En die doet Luther ook nog eens in de keizerlijke ban, in de wereldlijke ban. Luther wordt vogelvrij verklaard. En dat betekent dat iedereen Luther zomaar kan doden zonder dat je daar straf voor krijgt. Een aantal Duitse vorsten die bij die vergadering aanwezig waren, die hadden dat al een beetje doorgehad. Dus voor die vogelvrijverklaring, voor die keizerlijke ban, wordt Luther al daar weggehaald. En wordt hij verstopt in het kasteel van Frederik van Saxe, een van die Duitse vorsten. Dus Luther wordt niet gedood. Maar wat krijgen we wel, omdat Luther het niet herroept, vindt er een definitieve scheuring plaats in de christelijke kerk. En dan hebben we aan de ene kant dus katholieken die de paus trouw blijven, en aan de andere kant protestanten, en daar heb ik maar even dat symbooltje van de Bijbel bij gebruikt, omdat dat voor hen het belangrijkste is. En deze Rijksdag van Worms is dus een goed voorbeeld van het kenmerkend aspect de protestantse reformatie, die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had. Fijn weer zo'n hele mond vol, maar die kenmerkende aspecten die blijven terugkomen, ook in die historische contexten. Oké, hoe gaat het dan verder in dat Duitse Rijk? Nou ja, Luther die zit dus in die burcht van die Frederik van Saxe. Die schrijft daar een Duitse vertaling van het Nieuwe Testament bijvoorbeeld. En hij krijgt steeds meer steun van die Duitse vorsten. En andere Duitse vorsten die blijven juist het katholieke geloof trouw. En daardoor ontstaan er godsdienstoorlogen in het Duitse Rijk. En die duren behoorlijk lang. Pas in 1555 komt er in de Duitse stad Augsburg vrede tussen de protestantse Duitse vorsten en Karel V. Karel V vindt dat zelf niks. Het zijn vooral zijn broers die op die vrede aansturen. En hij moet wel instemmen, want die oorlogen duren nu lang genoeg. Waarom vindt Karel het niks? Omdat er besloten wordt dat wiens gebied, diens gebed de regel is. Oftewel, de vorst bepaalt in een bepaald gebied wat het geloof is. En Karel V heeft er geen invloed op. Nou, en dat vindt hij natuurlijk ook weer helemaal niets.